volgende persoon die we gaan promoveren in de positie van teamcoördinator is iemand die eigenlijk heel vroeg in de business al een stuk leiderschap heeft opgepakt. In de provincie Friesland was op dat moment nog geen meeting gaande. En vanaf het moment dat ze eigenlijk ETT was, begon ze gelijk al leiderschap op te pakken met de andere leiders die daar aan het bouwen waren. Stond heel snel voor de groep, was tegelijkertijd bezig met haar hotelschoolopleiding af te ronden. En heeft eigenlijk op die manier een hele belangrijke rol gespeeld in de expansie van Azië in het noorden. Interessant is dat deze jonge dame vandaag al een paar keer voor de groep is verschenen. En ik denk, als je naar de upline vraagt, zij is eigenlijk iemand waar heel veel mensen al van zeggen van die Lisa, dat gaat een hele grote worden in deze business. Dus help me alsjeblieft naar voren te halen naar de volgende promotie. Nieuw gepromoveerd naar de positie van teamcoördinator Lisa van der Kooi. Welkom in het echte leven, yeah. Welkom in het werkveld, waar alleen de beste leven, yeah. We zijn hier met elkaar, maar je komt ons nog jezelf tegen, yeah. Met je rug recht en je kin hoog en je besef dat je wil groot, dus je dit loopt door de wind ook en de ergste regen. Vele mannen denken dat ze nu te makkelijk kunnen hangen met alles wat het team doet voor me. Willen liever stappen, maar niet de stappen zetten die we bedoelen, kunnen niets met orders. Hij die leidt is die harde werk, yeah. Als een kern, als familie zijn de krachten. En we laten niemand achterwege, nee we lopen voor elkaar, want hier aan alle zaken om karakter. Ik wil nog zoveel doen, ik kan nog zoveel leren. Want ik geloof in doen, en het gewoon proberen. En als het zover is, dat onze richting besloten is, twijfel ik geen ogenblik, want ik weet dat mijn team doet wat nodig is. Wauw, de laatste zin, want ik weet dat mijn team dat nodig is. Daar wil ik ook mee beginnen. Ik ben puur het gezicht van een fantastisch team die ik achter me heb staan. Mensen die in mij geloofd hebben, mensen die in zichzelf geloven. En op dit moment gaat het ook echt mijn persoonlijke missie worden om hun te helpen om op dezezelfde plek te staan waar ik vandaag mag staan. Daarnaast, voordat ik verder ga naar mijn persoonlijke verhaal, wil ik naast mijn team die me ongelooflijk gesteund heeft, alles voor me betekend heeft, ook mijn upline bedanken. Dat is Safer Kilic, Jermaine Beck, Martin Kuiper, Patricia, Roald en Asos. Ik ben jullie echt eeuwig dankbaar. Wat heeft Azië voor mij betekend? Jullie zien me hier wel vol zelfvertrouwen op het podium staan. Als je nu mijn benen kon zien, dan stond ik te shaken. Maar als host is het heel makkelijk om mijn verhaal neer te zetten. Nu moet ik mijn persoonlijke verhaal neerzetten. En ik zal ACN eeuwig dankbaar zijn. Waarom? ACN heeft voor mij betekend dat ik weet dat je alles uit jezelf kan halen. Voordat ik met ACN startte, mijn gedachten waren echt gelimiteerd. Ik kon niet veel dingen afmaken, was altijd moeilijk met studeren. En op dit moment, kijk waar ik sta. Kijk waar wij staan. Ik heb een fantastische baan, ik heb een fantastisch team en nu mag ik hier staan als teamcoördinator. Ik zal ACN echt eeuwig dankbaar zijn voor de reis wat het mij heeft gebracht. Daarnaast wil ik uiteraard ook los van mijn team en van mijn upline mijn familie en vrienden bedanken. Mijn ouders zijn allebei ziek geworden en ik weet dus hoe het is om te weten dat niets in het leven zeker is. En ik weet, de enige persoon die jouw toekomst veilig kan stellen, dat ben je zelf. Dus pak dat moment ook. Zorg ervoor dat jij komt te staan waar jij wil staan. Zorg dat jij voor je dromen gaat waar jij naartoe wil gaan. Niemand anders gaat het voor je doen. Weet waar jij naartoe komt. Weet waar jij naartoe wil. Weet wat je toekomst is. En ik ga niet stoppen voordat ik mijn eigen toekomst heb neergezet wat ik wil behalen. En ik ga niet stoppen voordat alle mensen in mijn team en alle mensen die met mij mee willen, hunzelfde droom hebben gehaald. Dankjewel allemaal.